De avond is gevallen en zojuist is de VVD-fractie na 5 uur lang vergaderen naar buiten gekomen met de mededeling dat het regeerakkoord ongewijzigd blijft, want zeggen ze, wij hebben gelijk. Dat VVD-gekonkel begon vanmorgen vroeg al hier in de Kamer. Dag meneer Elias, u bent toch wel die rots in de branding van de VVD die de achterban een beetje vertegenwoordigt? Volgens mij vertegenwoordigen wij allemaal onze achterban. Nou, zo ziet het er even niet uit nu, hè? Dat denk ik niet. Denk ik ook niet. Wij gaan om 2 uur, hebben wij een fractievergadering en dan gaan wij spreken over de gang van zaken en hoe alles loopt. U vindt Rutte nog steeds een goede VVD-premier? Ik vind hem uitstekende premier. Een ja-knikker dus. Dat laat ik aan u over als u zulke conclusies trekt. Ik ben gewoon mezelf Helma de Peres. De ja-knikker. Dat is uw conclusie. Hoe bedoel je? Zoals ik het zeg. Ik weet niet waar je het over hebt. Heeft u de Telegraaf gelezen? Ja, die heb ik gelezen. Ja, 6 pagina's. 6 pagina's? Ja, die waren u lacht erbij, hè? Ja, er zit nog wat sadisme bij hier, hoor ik. Nee, helemaal niet. Is het nog gegaan over de zorgpremie vandaag? Met Rutte? Nee, met alle respect. Ik ben net gevraagd om toe te treden tot het kabinet als minister van Defensie. Maar ja, het speelt wel enorm nu, denk ik, bij de VVD. Die hebben een groot probleem. Daarover is het gesprek gegaan en ga ik dus ook niet in op de vragen die u nu stelt. Maar er is een groot probleem bij de VVD. Jij mag er niet door. Zo gaat het als je minister bent. Ja. Dan moet je blijven staan en dan ga ik voor de deur staan. Ja. We hebben concessies gedaan, die zijn moeilijk. Die zijn moeilijk uit te leggen. Daar hebben we discussie over. Ook maar concessies, de kaas is van het brood gegeten. Nou ja, dat is uw interpretatie. Er zijn ontzettend veel goede dingen tegenover. Maar niet die van u? Er zijn ontzettend veel goede dingen tegenover. Maar u vindt niet dat de kaas van het brood gegeten is door Samson? Onder andere door... Nee, geef het nou eens even antwoord. Nee, maar die beoordeling, dat is heeft geen nut om die beoordeling of die kwalificatie eraan te geven. Waarom niet? Nou ja, wat voor mij belangrijk is, dat ik kijk naar het totaalpakket. Nee, maar dat is wel waar het hele land het over heeft. Ja, wat heeft Samson Rutte afgetroefd? Nee, daar heeft het land het niet over. Daar heeft het land het wel over. Het land heeft het over een moeilijk onderdeel van het regeerakkoord. Want er bestaan wat heel veel meer punten. Maar Samson het gewonnen heeft en niet de VVD. Dat is uw conclusie? Dat is echt niet alleen mijn conclusie. Nee, maar dat is uw conclusie in dit gesprek. Maar in dit gesprek ben ik gevraagd om toe te treden tot het kabinet als minister van Defensie. Er is één punt en dat is die zorgpremie. Want heel dat hele pakket, dat is een soort van rookgordijn wat erop getrokken wordt. Wat er nu gebeurd is van de hoge inkomens naar de lage inkomens, niet VVD. Daar kun je dan toch op reageren op zo'n dag als vandaag? Ja, maar ik reageer nu even op... Je zei ja. Nee, ik reageer... Ja, je zei ja. Ik reageer nu even op het feit dat ik net bij de formateur ben geweest. En lekker hij baantje achter je baantje aan. Treden, oh, lekker baantje. Fuck die mensen ook. Fuck je achterban. Nee, Rutger, ik ben niet doof voor de zorgen die nu geuit worden. Oh, komt er nou een beveiliger? Laat de rijken de crisis betalen. Dat is wat we willen, ja. Ineens belangrijk zo, hè, Ton? Hey. Ik kan het ook niet helpen. Voelt wel lekker, denk ik. Nee hoor, ik vind het helemaal niet prettig dat iedereen... Camera's achter je aan, man. Nergens voor nodig. Heerlijk. Nee, want ik ben geen woordvoerder op dit dossier. En we gaan in de fractie, gaan we er rustig over praten. Kijk al die microfoons, je mag... Geniet nou even van je momentje, joh. Wat doet die lift er lang over, zeg. Hebben jullie iemand beneden in die lift gezet? We wachten inmiddels zo'n 4 uur hier op de VVD-fractie. We krijgen nog niets te horen. Ze zitten nog driftig te vergaderen. En ja, dan gaan journalistjes... zich vervelen. Meneer Zijlstra, ik hoor verschillende keren zeggen dat het gaat om de crisis op te lossen, maar daar heeft het helemaal niets mee te maken. Sorry? U hoort wat ik zeg. Die hele zorgtoeslag, dat verhaal, dat heeft helemaal niets met de crisis te maken. Kunt u dat uitleggen? Meneer Zijlstra, waarom loopt u nou zo moeilijk weg? Nee, volgens mij heb ik meneer Kastikum heel helder aangegeven. Nee, dat heeft u helemaal niet. Dat vindt u. Ja. Maar vertelt u het dan? Ik hoor verschillende keren zeggen dat het over de crisis gaat. Om de crisis op te lossen, die zorgpremie. Daar heeft het helemaal niets mee te maken. Dat is geen bezuiniging, als u dat bedoelt. Maar het is wel een prijs die wij hebben moeten betalen. En dat hebben we dus gedaan. Maar het is toch hoogmoed om dan te denken als VVD van dat slikt ons achterbannetje wel? Nou, wij zijn niet van de afdeling dat wij onze achterban van alles aan gekkigheid verwijderen. Maar u houdt ze wel erg voor de gek nu al een tijd. En daar ben ik mij niet van bewust. Maar door dat zo te stellen, meneer Zijlstra, dan maakt u toch wel die indruk? Ik dacht wel dat u een beetje achterop geraakt was, inderdaad. U dacht dat u mij kwijt was? Nou, die illusie heb ik niet bij u, meneer. Maar snapt u wat ik bedoel? U zegt dan tegen het volk van het is om de crisis op te lossen. Het volk denkt, ah ja, logisch, daar moeten wij iets mee doen. Iedereen moet helpen. En wat blijkt nou, het heeft er helemaal niets mee te maken. Het is gewoon verschuiven, het is nivelleren en niet meer dan dat. Nee, maar nogmaals, u zegt dat het er niets mee te maken heeft. Dat is onjuist. Wij hebben een regeerakkoord gesloten met veel positieve punten. Voor de VVD, maar ook punten die positief zijn voor de PvdA. Dus iedereen is om? Iedereen is om binnen de fractie? Nou, volgens mij is er niemand om, vanwege het hele simpele feit. Er waren veel mensen die twijfelden. De VVD blijft ik heb kunnen constateren maandag
dat de fractie heeft ingestemd. En ik heb kunnen constateren dat dat niet is veranderd vandaag.